Yo kijkers van Onlike en welkom dan bij een hele speciale update video. Jongens, welkom. Normaal zal ik nooit een update video doen van zondag. Maar dit keer is wel iets heel speciaals. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is natuurlijk dat het geluid en van mij dat die precies even lang zijn. Want soms als je video begint is het 10 seconden wat later voordat ik begin met praten. En dat is nu niet meer zo. Althans, dat hoop ik nu. Ja, het slecht nieuws is, jullie zullen wel gemerkt hebben bij de Roblox aflevering, dat die soms wat vasthangt. Dus ik heb besloten om dan geen Roblox mee op te nemen, maar het goede nieuws is dat ik weer wel iets heel leuks heb. Iets tofs waar bijna niemand op is aangekomen. Daar gaan we. Oké, zoals jullie zien, alles is bijna hetzelfde behalve dan op de dinsdag om 17:30, want dan hebben we het nieuws van vorige week. Dat betekent dus dat het gewoon nieuws dat ik wat ga vertellen. Ja, over wat we vorige week onze, hoe de video's is gegaan. En zo, dat soort dingen aan. Dat is eigenlijk het nieuws, ja, van vorige week. Dus dat zie je, het nieuws van week 7. Ik weet niet welke week dat we zitten, moet ik even goed kijken. Ja, op donderdag. Ja, en daar staat dat bonus aflevering. Wat betekent dat bonusaflevering? Wie verzint nou bonusaflevering? Wat betekent dat? Nou, dat zul ik jullie fijn uitleggen. Dan gaan we lop naar internet. Bam! Dat is hier een wheel decider voor jou. Dat betekent dus dat we gaan kijken welke aflevering dat daar extra komt. Het kan zijn Minecraft, kan zijn Forza Motorsport of het kan zijn FIFA Street. Dus een van die afleveringen gaan we dan een keer extra doen. Dus als we Minecraft, dan krijg je gewoon 6 keer in de week Minecraft. Dus ik krijg een aflevering 2 keer in de week. Is het eigenlijk 2 keer per dag bedoel ik. En dus ja, je hebt ook vrij. Kijk, dan ga ik bijvoorbeeld doen. Dan ga ik dat zet ik altijd op dinsdag. Dan op het einde van de video klikken we dan op de bonus. Welke bonus aflevering dat we dat gaan doen. En dan klikken we gewoon hierop. Is niet zo moeilijk. Dan gaan we kijken wat we krijgen. Nou. We hebben dus een extra aflevering van Minecraft. Nou, oké. En ja, soms heb je vrij. Dat kan, kijk, zo zie je. Vrij. Wat betekent dat vrij? Dat betekent dat er gewoon geen aflevering op die tijdstip komt. Alleen nu moet ik wel. Het kan zijn dat er soms wel eens, ja, wat tijden in zit. Bijvoorbeeld. Lop. Dan heb je bijvoorbeeld donderdag. Dan krijg je. Ja, dan krijg je Minecraft Survivor. Dan zal ik bijvoorbeeld zeggen dat ik Minecraft Survivor. Dan een uurtje later gaan zetten naar Forza Motorsport 4. Dan een uur van te vroeg. Dat er toch wel iets ertussen zit. Om ja, van te voorkeur. Kijk, FIFA Street, dat is niet zo moeilijk. Want dan kunnen we gewoon hier FIFA Street neerzetten. Dat is niet zo ramp. Dus, dat maakt niet zoveel uit. Dus dat wil ik jullie eigenlijk mededelen. Ja. En verder heb ik nu nog vandaag heel veel te doen om alles op te nemen. Dus, dan weet je. Dus dinsdag weten jullie het nieuws van die week. Dus, ik hoop dat jullie daar mee zijn. Ja. De informatie wie de eerste is meteen op 29 april. Dat duurt nog wat tijd, maar dan is het gewoon een normale informatievideo. Iedereen weet wel wat dat betekent. Ja, de raad staat hoeven jullie, moet ik je eigenlijk nu niet zeggen, want anders heb ik weer een kleine informatie. Nou, dit is eigenlijk al een informatie of video, dus. Ja, deze dus weg. Dus dan weten jullie dat alvast. Ja. En vanaf, oh. Vanaf nu weet je, kijk, dan moet ik maar één ding zeggen, en dat is ermee maar gaan stoppen. Ik hoop dat jullie dan wel geïnformeerd zijn na die update video, want ja, het moet gewoon heel even kijkers. Ik hoop dat ik jullie dan morgen zien bij Minecraft Survivor. En dan zien we elkaar. Leuke, toffe games, hè. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het like. En tot de volgende keer dan maar weer, hè jongens. Mazzel!